Gemeente, we openen het woord en dat doen we in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En we lezen hoofdstuk 5. Het zesde vers is de kerntekst voor de preek. We lezen Openbaring 5. Eén hoofdstuk eerder, hoofdstuk 4, heeft de apostel Johannes een inkijkje gekregen in de hemel. En hij heeft al verschillende dingen gezien die ook in hoofdstuk 5 terugkomen, zoals dat er een troonwacht is, bestaande uit vier dieren. En die vier dieren, dat zijn dan de grootste, zeg maar, van de categorie dieren. Dus de adelaar, de grootste, de machtigste van de vogels. Het grootste huisdier. Het grootste wilde beest. En de grootste van allen, de mens. Dus je hebt een troonwacht. Er wordt gesproken over 24 ouderlingen die zich neerwerpen voor de troon. 24, 12 en 12, de kerk uit Jood en Heiden. Een vertegenwoordiging van de gemeente, zou je kunnen zeggen, van alle tijden en alle plaatsen. Die heeft Johannes ook gezien. En zeg nog niet dat bijbellezen saai is, want in wat we nu gaan horen, daar spits je als vanzelf de oren van. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen, regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit is het woord van God voor deze middag. Laten we ook samen lezen het onderwijs van de Kerk van de Reformatie. We lezen met elkaar vraag en antwoord 50 en 51. Dus uit zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. 51. Bij het stukje uit de belijdenis dat hij zit aan de rechterhand van God. De vraag luidt dan: waarom wordt daaraan toegevoegd, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus is opgevaren naar de hemel, om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons?
Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En in de schriftlezing hebben we een blik van bovenaf gekregen, vanuit de hemel. En dat heeft ons laten zien dat het lam regeert. Dat is het thema voor de preek, het lam regeert. Twee kernwoordjes. Als eerste, verzegeld is het heil, dus de zaligheid, al het goede van God. Dat is verzegeld. En als tweede, getekend is de stijl, zijn manier van regeren. Dus het lam regeert. Verzegeld is het heil en getekend is de stijl. Als ik dan jullie zou vragen, wie is er eigenlijk koning? Wie regeert er? Hij zegt, nou, zo'n makkie. Dat is onze koning Willem-Alexander. Oké. En hoe weten jullie dat eigenlijk? Ja, dat heb ik van de juf of van de meester geleerd. Ik heb gezien met Prinsjesdag hoe hij in die koets zat en hoe hij op die troon zat, hoe hij wat voorlas, die troonrede. Oké. Maar weet je het dan echt zeker dat hij koning is? Of is er gewoon iemand die zegt, ik ben de koning? Volgens mij ben je het met me eens, als je het echt zeker wil weten dat Willem-Alexander de koning is, dan zouden we eigenlijk nu naar het paleis moeten gaan, de deur moeten open doen en kijken wie zit daar op de troon. Is hij het echt? Dan weet je het zeker, toch? Want anders dan geloof je het alleen maar omdat je het hebt van horen zeggen. Je moet eigenlijk in het paleis gaan kijken en daar geweest zijn. Nu vermoed ik zo dat jullie daar niet geweest zijn, ik ook niet. Toch geloof je het. Je hebt genoeg over hem gehoord, genoeg gezien dat hij echt de koning is. Vanmiddag gaan we wel het paleis bekijken. Vanmiddag gaat er een deur open van de troonzaal. Je mag binnenkijken. In alle rust mag je kijken hoe het eruit ziet. In het paleis van de koning van hemel en aarde. Want, zo begon hoofdstuk 4, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Dat alleen al, hè? Denk dan maar even aan vorige week. De hemel is niet ver weg. Ergens in de verste verte van het heelal. Maar de hemel is dichtbij. Die andere werkelijkheid, maar voor God zijn wij niet ver weg. En om te benadrukken zou je bijna kunnen zeggen dat hij niet ver weg is en de hemel ook niet. Gunt hij het ons om mee te kijken, de hemel te bezichtigen, om te zien dat Christus regeert, dat hij de koning is. Of is dat misschien nou juist net waar je zo je vraagtekens bij hebt? Ik heb naar binnen gekeken en ik hoorde over dat hij op de troon zat. Maar eigenlijk vraag ik mij af, regeert hij wel? Nou, zeg eens, waarom heb je die vraagtekens, die twijfels? Is dat misschien omdat je komt vanuit een wereld waarin je denkt, ja, volgens mij is het gewoon het recht van de sterkste. Dat geeft de doorslag. Die grote manieren op het wereldtoneel. Of de bazen van die grote techbedrijven, de Elon Musks van deze wereld. De mensen die wat kunnen, die bepalen deze wereld. Misschien denk je aan oorlogen die gaande zijn en die nooit lijken te stoppen. Dat je dan denkt, nou, het klinkt wel mooi hoor, de Heer Jezus regeert. Ik zie er bar weinig van. Of misschien hoef ik helemaal niet te verwijzen naar het wereldnieuws, maar meer in je eigen leven. Dat er dingen gebeuren waarvan je denkt, maar Heere, hoe dan? Als u dan koning bent, waarom gebeurt dit dan? Waarom maak je dit mee? Waarom stempelt dit of dat zo mijn leven? Ik begrijp het niet met dat het u regeert en dat u koning bent. Of misschien denk je aan vijanden.
wat het ook is en wat het ook zijn. Misschien zelfs denk je aan die ene vijand die je verdraaid goed kent. Namelijk die vijand die hier, die naar binnen wijst. Ik. Dat je ermee zit. Ik ben zo sterk in mijn verzet tegen God. Ik weet het allemaal keurig hoe het moet. Maar geloven, ho maar. Dat je er ook een beetje moe van kunt worden. Is hij dan werkelijk de koning van hemel en aarde? Het lijkt wel of mijn verzet sterker is dan hij, mijn ongeloof. En ik heb geen flauw idee hoe ik er vanaf kom. Kom maar toch even meekijken. En zoals jullie dat zouden hebben als ik je vandaag zou uitnodigen om naar Den Haag te gaan, om naar het paleis te gaan. Ik weet zeker, dan heb je een beetje kriebels in je buik van de zenuwen. Als je de deur van het paleis open ziet gaan. En dat je denkt, oh, zit hij daar, zijn we er nu bijna? Nou, het is ook niet gek hoor, als je dat vanmiddag hebt bij de schriftlezing. De kriebels in je buik. Laat je vol verlangen of vol twijfel, dat maakt niet uit. Maar laat je wel meenemen vanmiddag door die woorden. Gemeente, ik kan er bijna niet geen woorden geven, maar als je dat leest, dat zindert toch van de spanning als je dat leest. Dus je denkt, hier tintelt alles. Hier staat het op het spel. En hier hoor ik de diepste vreugde die je maar kunt horen op deze wereld. Iets van ingehouden adem en dan de opluchting en de aanbidding. Zo intens, want wat gebeurt hier? Hier wordt de ontknoping van de geschiedenis aan ons verteld. Hoe dan? Nou, in dat beeld van een boekrol. Dat heb je er wel eens gezien, hè? Zo werd dat vroeger opgeschreven. Niet in een boek, maar in zo'n boekrol die je uit elkaar trekt. En die boekrol, die gaat eigenlijk over wat er gebeurt tussen hemelvaart, als de Heer Jezus weer in de hemel is. Hij, het lichaam en al, zit aan de rechterhand van God de Vader. En het moment dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat gaat dus over onze levens, onze wereld, onze geschiedenis inderdaad. Wij leven al 2000 jaar in de eindtijd. En hoe die geschiedenis gaat, daar gaat die boekrol over. Een soort van troonrede zou je kunnen zeggen. Zoals een koning zijn regeringsbeleid laat opschrijven in zo'n rol, zo ook deze boekrol. Daarin staat het regeringsbeleid van koning Jezus voor de komende periode. Tot aan zijn wederkomst. Alleen, er valt niks te lezen. Er valt niks te zien. En er valt geen plan te ontdekken. Want hij is verzegeld. Dat deed een koning, hè? Een koning had een zegel. Denk maar aan een stempel of een lintje. Of je kunt op talloze manieren dingen verzegelen. Dat kunnen jullie bij cadeautjes doen, dan pak je het zo in. Dat je het gelijk kunt zien als je broertje of zusje eraan gezeten heeft. Zo'n scheur erin bijvoorbeeld. Nou, verzegeld wil zeggen, het is echt het eigendom van de koning. Het hoort helemaal bij hem. Hij alleen heeft de bevoegdheid om het te openen. En verzegeld betekent ook, het is nog geheim. We weten nog niet wat er te wachten staat. Wat ons wordt onthuld. Het regeringsbeleid van koning Jezus. Verzegeld met 7 zegels. En dan blijft het stil in de hemel. Akelig stil. Want er is een engel die roept uit, wie is waardig, aan wie komt het toe de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Dat staat er op het spel. Openen. Dat staat er op het spel dat wij leven onder een geopende toekomst. Open hemel. En nu is een boekrol dicht. Is de toekomst dicht. Is je hoop toegesloten. Maar er was niemand in de hemel of op de aarde. Of waar dan ook die hem kon openen of hem inzien. Het blijft stil. Niemand is het waard. En Johannes, hij huilt. Hij huilt hevig. Waarom? Nou ja, als die boekrol dicht blijft van de geschiedenis, dan is alles voor niks. Dan heeft God zoveel mooie beloften gesproken. Maar hij kan ze niet doorzetten. Ze komen niet tot hun vervulling. Als je dat bedenkt, God spreekt mooie woorden, maar ze komen niet uit.
Dat is akelig. Dan gaat deze wereld dus helemaal nergens naartoe. Nee. Dan wint het recht van de sterkste dus inderdaad. Ja. Dan zijn het dus altijd de omstandigheden die mijn leven regeren. Mijn succes, mijn voorspoed of mijn ziekte. Mijn gebroken geest of mijn sterke geest. Mijn kracht of mijn zwakte. Oorlog of vrede. Ja, dat is het dan. Johannes, waarom huil je nog meer? Nou, omdat Johannes wel weet dat hij eigenlijk zijn vinger op had moeten steken. Omdat Johannes weet dat jij en ik, u en ik, wij allemaal eigenlijk onze vinger op hadden moeten steken. Wie is het waard? Steek je vinger maar op vanmiddag. Ik ben het waard. Maar dat doen we niet. Waarom had Johannes zijn vinger op moeten steken? Waarom zouden wij onze vinger op moeten steken? Nou, onderkoningen in die tijd, die mochten altijd ook de verzegelde documenten openen in naam van de koning. Mocht de onderkoning dat doen? En hoe had God ons gemaakt? Als koningen onder hem. Onderkoningen. Wij waren ervoor bevoegd geweest, omdat we ons hadden toegewijd aan God om de boekrol van de geschiedenis te openen. Maar wij konden zo moeilijk onderkoning zijn. Wij wilden het liefst de baas spelen. En daarmee zijn we het niet meer waard om de geschiedenis te openen. Onwaardig. Wel bevoegd geweest, maar niet langer. Dat is pijnlijk. Want er staat bovendien bij, er werd niemand gevonden. Met andere woorden, de hemel was wel op zoek. Welke mens is geschikt? Welke mens is bevoegd om de zegels eraf te halen en de troonrede voor te lezen? Maar er was er niet één. Maar dan komt een gemeentelid, een van de ouderlingen uit de wereldkerk, die zegt huil niet. Typisch zo'n godswoord, niet huilen. Zie de leeuw. Ben je nog met mij in het paleis van de koning? Zou je het dan fijn vinden als een van die mensen zegt, huil maar niet. Zie de leeuw. Dan bevries je toch? Dan word je toch bang? Huil maar niet, want een leeuw? Die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, geen leeuw, maar een lam. En hij staat als geslacht. Het is hemelvaart geweest. Christus op het toneel. Christus, beet gezegd, in de troon. Thuisgehaald als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo was hij als een lam ter slachting geleid. Stemmeloos, hij deed zijn mond niet open. Hij onderging het gewillig, vrijwillig, een lam. Maandagavond heb ik het er met een paar van jullie over gehad, de catechisatie. Toen had het over de bevrijding uit Egypte, hè? Avondmaal. En daarvoor het Pascha, het paaslam. Zo is hij onthaald, het paaslam, van Gods wegen aangewezen. Hij die naar het kruis ging, terwijl in Jeruzalem de paaslammeren werden geslacht. Zo hing hij, waarvan Johannes de Doper zei, kijk naar hem. Hij is het lam van God. Bij hem moet je zijn, voor je leven, voor heel de wereld, voor heel de geschiedenis. En weten jullie nog wat dat paaslam in Egypte betekende? Dat paaslam in Egypte betekende bevrijding, hè? Redding, verlossing voor Israël, veilig achter het bloed. Ze mochten gaan uit die slavernij van de farao op weg naar het beloofde land. En zo heeft Christus alles volbracht, is hij thuisgehaald. Hij, de bevrijder, uit de slavernij van de zonde, de macht van de dood. Daar heb je het al, twee van die dingen waar wij helemaal niet tegen op kunnen. Maar ons hoofd in de hemel wel. Hij weet raad
waar wij geen raad mee weten. Onze zonde, onze sterfelijkheid. Hij weet er raad mee. En zo is hij in de troon gekomen, de zondebok, ter verzoening voor al onze zonden. Het is hemelvaart geweest. Hij zit aan de rechterhand van God. Ja, zo beleiden we dat. Zittend aan de rechterhand van God. Wat is zitten? Dat is natuurlijk een beetje een gekke vraag. Maar als je het gewoon voor je ziet. Als jullie thuis lekker op een stoel zitten, in een fijne stoel. Ja, dat is een teken van ik word nu even niet gestoord. Ik ben heerlijk aan het ontspannen. Als een koning zit, is dat een teken van ongestoorde macht. Maar hier, lees je, stond een lam als geslacht. En het staat er zo, het is voortdurend aan het staan. Het gaat geen moment zitten. Staan is dus juist iets van activiteit. Als het ware de Heer wil zelf laten weten. Ik ben in de hemel, maar ik ben niet werkeloos. Ik ben niet passief. Ik ben echt de levende, ingespannen in de weer. Om wat ik aan het kruis heb verdiend uit te delen. Om te regeren. Ik hou het in de gaten hoor, ik ben actief. Ik slaap niet, ik zit niet, ik sta. Gemeente, als je dit hebt gehoord, als je dit ziet, een blik van bovenaf, dat het lam regeert. Moet ik dan op een rijtje gaan zetten hoe het heil, de zaligheid verzegeld is, zeker is? Dat kan ik helemaal niet natuurlijk. Ik hoop eigenlijk dat je zelf nu ook aan het meekijken bent naar het lam in de troon. Hij staat daar als geslacht met de tekenen van het kruis. Met andere woorden, er is geen moment dat hij er niet staat als de gekruisigde. Ja, en dus kun je altijd een beroep hebben op hem doen vanwege je zonden, vanwege je ongeloof, vanwege dat wat jou te sterk is aan machten van slavernij. Je kijkt in de troon en je ziet een lam, maar hij heeft bewezen, hij kan wel tegen de wolven op, hoe die wolven er ook uitzien en hoe ze ook heten, die lelijkers. Het lam kan ze hebben, want hij staat in de troon. Je kijkt naar de troon en je ziet hij regeert, het lam. Het lam dat de boze zijn rechten ontnomen heeft. Al zou de boze je 10 keer influisteren dat voor jou geen zaligheid meer is. Er staat het lam. En de boze kan kletsen wat hij wil. Hij heeft zijn rechten verspeeld. Want het lam is verslacht. Hoe verzekerd en verzegeld dit? Andere categorisatieclub. Die Engelse vraag weet je nog wel. Who is in control? Wie regeert deze wereld? En je kijkt in de paleiszaal. En je ziet het lam. Dat verzekert alle tegenmachten, alle antimachten. Ze gaan het niet redden. Je ziet een lam en je denkt, dat is zwak. Maar het is een lam als geslacht met 7 horens. Waarom 7 horens? Maar horen is een teken van macht, van majesteit, van kracht. En zo belooft hij je vanmiddag, als je ermee zit. Heren, God in de hemel, bent u wel in control? Loopt het u niet uit de hand? Leidt u mijn leven wel goed? Je krijgt de belofte mee, het lam, Jezus. Hij is machtig genoeg om al die dingen die je leven bedreigen en waarvan je denkt het gaat niet goed, om ze zogezegd onder controle te krijgen. Gemeente, kijk nog eens in de troon, een lam. En hij zei het op deze wereld. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is wat. Er kan niks tegenop. Al zou je 1001 dingen denken en zorgen hebben om de gemeente, om de kerk, om de kerken. De poorten van de hel, ze kunnen er niet meer bij. Dat lam regeert. Gemeente, is dat geen troost als je van vijanden weet. Dat hij zegt, ja, ik weet er ook van.
Maar ik neem het op tegen die vijanden. En trouwens, wie hier van vijanden weet, dat je het niet zo eenvoudig vindt om te geloven in dat lam dat regeert. Omdat je de vijanden onder ogen ziet in deze wereld, in je eigen leven, in je eigen hart. Dan zul je het toch met me eens zijn. Juist omdat je weet wat vijanden zijn, weet je pas ook echt wat vrede is, toch? Even een vergelijking. Wij weten nauwelijks wat vrede is in Nederland, want ik heb nog nooit gevochten. Jullie wel? Ja, misschien een keer op straat, maar ik bedoel niet gevochten in een oorlog. Vrede is voor ons een heel vaag begrip. Maar hier wordt gezegd, er is een lam dat weet van vijanden. Hij weet van jouw vijanden. En hij sticht vrede. En dat is dat je te midden van al die bedreigingen toch rust, vrede. Want hij regeert en hij staat ervoor. Kijk nog eens in de troon, het lam staat er. En hij had die boekrol geopend die van binnen en van buiten beschreven was. Van binnen en van buiten, met andere woorden, er kan niks meer bij. En dat is ook heerlijk, toch? Dat je niet bang hoeft te zijn dat een of andere macht ook zo zijn regeltjes schrijft op die boekrol van God. Ook zijn plekje krijgt in de geschiedenis van God. Zoals Johannes misschien wel bang was daar op Patmos. Hoe gaat het met de gemeenten? Want Johannes, hij wist wel dat het Romeinse Rijk is sterk. En Johannes wist, de cultuur van het Romeinse Rijk is oh zo sterk. Die cultuur van macht, van status, van brood, van spelen, van je kapot amuseren. Dat wist Johannes en hij is bang misschien wel op Patmos geweest. Hoe gaat het met die gemeente die ik niet kan zien? En het lam opent in alle rust de boekrol. En al die machten, idealen en ideeën, ze gaan het niet redden. Gemeente, we hebben het over tijdgeest, hè? Ik weet niet waar u dan gelijk aan denkt, maakt het niet uit eigenlijk. Denk maar gewoon waar je aan denkt. Maar is het dan niet heerlijk, terwijl je je zorgen kunt maken over hoe hou ik mijn kind vast? Hoe bewaar ik mijn kind voor God? Als je ziet wat voor invloeden op onze jongeren afkomen, dag in dag uit, continu. Dat je dan niet weg hoeft te kijken van, ach, dat valt wel mee. Maar dat je te midden van dat wat je ziet als bedreigingen mag weten, maar er is er één. Hij schrijft de boekrol vol. Hij is de koning. En er is geen snippertje van die boekrol die toekomt aan een of andere macht. Hoe die tijdgeest er ook uitziet. Geeft dat geen rust? Gemeente, kijk je nog even mee in de troon. Een lam als geslacht, 7 horens, 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God. 7, het getal van de volheid. De volle werking van Gods geest. Voor wie? Voor krachtpatsers? Helemaal niet. Gods geest kan het meeste kwijt aan mensen die leeg zijn. Die het niet redden om zichzelf te vullen. Leeg voor God. Die komen bij hem. En daarin giet hij uit van zijn hemelse gaven. De gaven van zijn geest. Gemeente, maar even tussendoor. Om de zoveel tijd zie je weer een peiling verschijnen, hè, met rapportcijfers over koning Willem-Alexander. Wat vindt u er ondertussen van? Als u gewoon eerlijk de koning een cijfer geeft. Nee, niet Willem-Alexander, maar de koning van de koningen. Hoe vind je dat Jezus Christus het doet? Als koning van hemel en aarde. Doet hij het goed? Is hij als je hoofd inderdaad degene op wie je je redding kunt bouwen? Of wou je nu tussendoor zeggen dat je dat helemaal niet herkent, dat Christus je koning is? In de catechismus ging het over dat Christus het hoofd van de kerk is. Maar als je Christus niet herkent als de koning, het is even maar heel plat het plaatje, maar dan ben je dus onthoofd. Dat is toch eigenlijk geen leven. Opnieuw, vergeef me de uitdrukking, maar onthoofd. Denk maar even als een kip zonder kop, dat zeggen we wel eens. Iemand doet maar wat. Dat is toch erg als je
spreekwoordelijk als een kip zonder kop over de wereld gaat. Dan weer dit, dan weer dat, afhankelijk van de omstandigheden. Maar nergens echt tot je doel komen. Alsjeblieft, keer om vanmiddag. Kijk mee de paleiszaal in naar de koning die een lam is. Die niet voor lievertjes aan het kruis ging, maar voor zijn vijanden. Laat je toch alsjeblieft overwinnen. Niet door een leeuw, maar door een lam. Betekent niet dat hij soft is hoor, vergis je niet. Openbaring vertelt dat het lam kan toornen. Weet wat je doet als je je omdraait en wegloopt. Doe dat nou niet, want het is het lam met de tekenen van het kruis. Tekenend voor zijn stijl. Want gemeente, het is om van een plaatje toch? Eigenlijk kan het helemaal niet. En te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Ga daar maar eens een plaatje van maken. In je hoofd. Staan. En geslacht. We gaan niet samen, hè? Het is opvallend toch? Dat het ons zo wordt geschilderd. En begrijp me goed, het zijn echt schilderingen die we hier zien hoor. Maar het is wel een apart plaatje, vindt u niet? Waarom dan? Want als je geslacht bent, dan sta je toch niet meer op beide benen. Zo'n schaap, ter slachting geleid. Ja, dat ligt. Machteloos. En hier een lam dat staat. Het betekent, gemeente, volgens mij iets voor de koning. En zijn stijl van regeren. Namelijk dat het getekend wordt. Dat blijvend de sporen van het kruis aanwezig zijn. Zoals je bij een lammetje, bij wijze van spreken, de snee in de hals kunt zien. Zo bij koning Christus. Je kunt de sporen van het kruis nog zien. In het lam in de troon. Het laat zijn sporen naar het kruis. Ja, en dus? Dat betekent dat hij zijn heel eigen stijl heeft van regeren. Want het kruis, als dat nog steeds zichtbaar is in zijn manier van regeren, wat betekent dat? Waar denken jullie aan bij een kruis? Zal ik een paar woorden noemen? Ik denk dan aan zwakte. Dan ben je machteloos, vastgespijkerd. Ik denk aan oneer, want je hangt voor de hele wereld te kijken. En je schaamt je dus. Ik denk aan nederigheid en helemaal niet aan macht. Ik denk aan lijden en helemaal niet aan een glorieus leven. Zullen we het eens aan Johannes vragen op Patmos? Of aan Jacobus? Oh nee, daar kunnen we het niet aan vragen, want die was onthoofd. Of aan Petrus? Nou, die zit ook in de gevangenis. En Paulus zit ook in Rome in de gevangenis. Gemeente, zullen we er rekening mee houden? Hij, het lam, regeert, staand als geslacht. De tekenen van het kruis op zijn lichaam. En dat heeft ons wat te zeggen. Dat hij regeert op de manier van het kruis. Herken je dat? Of is daar misschien juist precies het punt waar je moeite zit? Dat je het allemaal teleurstellend vindt. Ik verwacht bij koning Christus iets meer majesteit, iets meer glorie. Ja, zo gaat het bij ons wel vaak. Je wil iets van de impact merken. Iets van het imponerende van God. Van zijn aanwezigheid. Je wilt het ervaren en pakken. Of u niet. Je wil liever een glorieuze ervaring, toch? Dat je denkt, oh, dan ben ik bij de koning geweest. Nu is mijn leven op zo'n niveau gekomen. En deze koning regeert vanaf het kruis. Gemeente, toch maar even. Hè. Denk ook in je nadenken of in je verlangen. Hè. Ik bedoel, ik snap dat verlangen naar een glorieus moment echt wel, hoor. Dat wil ik ook. Ook in de kerk, ook in de gemeente. Maar het is ergens nog te vroeg voor een glorieus moment. Dat komt echt wel. Maar tot zijn wederkomen regeert hij op de manier van het kruis. Dus, niet dat ik zo'n fijn gevoel heb als ik in de kerk kom. Niet dat ik word overweldigd door dit of door dat, iedere keer weer. En ik gun je die momenten best hoor, maar het is zo vaak het tegendeel van gebrokenheid, van zwakte. Waarin hij als de koning werkt.
En gemeente, is dat dan ook weer niet heerlijk? Want wie van ons wil zeggen dat die gebrokenheid niet herkent? Wie van ons gaat zonder een kruis door het leven? Zonder verdriet? Vind je het dan geen heerlijke koning die zegt, ah, maar ik vind jou een beetje te zwak, jou kon er niet gebruiken. Ik zie daar zoveel deuken in jouw leven, jou ook niet. En jij hebt al zoveel krassen opgelopen, met jou kan ik ook weinig beginnen. Maar je hebt een koning die regeert vanaf het kruis. En zijn wet is, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waar zit je met je gebrokenheid, met wat je niet kunt, met waar je onderuit bent gegaan? Die plekken in je leven die je zelf misschien beschouwt als dieptepunten, als dalen, als dode plekken. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want juist in die zwakte laat ik iets zien van hoe ik er gebruik van kan maken, zoals toen dat kruis er stond. Oneer, zwak, lijden. Er valt niets mee te beginnen. Maar God gebruikt het als dynamiet in deze wereld. Het draait alles om. Gemeente, hoe zullen we kijken naar sterkte en naar zwakte? Hoe zullen we kijken naar de regering van Christus, van het Lam in de troon? Naar al die dingen die spreken van macht en van majesteit. Echt waar, het komt ervan. Je mag vooruit zingen met Psalm 93. En soms misschien vang je een glimp op. Maar o, zo vaak mag je juist kijken naar dat wat gebroken is, wat niets lijkt, wat zwak is. Wat een kruis is in je leven. En vergeef me als ik de kruis er niet invul voor u, maar denk er heel over na. Welk kruis draag je wel niet met je mee? Waar je niets meer kunt, waar je uitgeteld bent, waar je voor je gevoel machteloos bent. Mag ik misschien getuigen oproepen vanmiddag? Voor al die keren dat daar waar je niks meer kon, hij eindelijk zei, en nu ben je waar ik je kan gebruiken. Ik heb mijn woord voor je. Kom mee, achter mij aan. Op weg naar de toekomst, die open is. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Het Jeruzalem, de stad van God. Het komt eraan. Kom maar mee. En kijk maar naar mij. Ik sta hier en ik sta getekend door de littekens van het kruis. Het zijn alleen maar de sporen, de bewijzen dat je van mij bent. Ga je mee? Gemeente, is dat geen troost dat het deze koning is? Kijk maar naar de catechismus. Als je daar hoort over de uitleg daarvan, zijn heerschappij is niet de een na de andere glorieuze overwinning. Maar zijn heerschappij is dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat je stand houdt in deze wereld, dat is al heel wat. Dat is al genade. Dat is al zijn majesteit. En daarbij krijg je de belofte mee. Als je kerk bent onder het kruis, als je gemeente bent onder het kruis. Dat het de gekruisigde is die zegt, maar ik sta hoor, ik sta voor je in. Want ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Tot de sporen van het kruis wat dat betreft verdwenen zijn. En majesteit en glorie overblijft. Gemeente, zo is het lichaam van Christus in doodsnood tot het einde der tijden. Zoals Christus zelf het doorleden heeft, de angst, de pijn, het lijden. Zo leef je onder een verborgen koning. Een verborgen rijk, waarvan de belofte is, hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft alle bevoegdheid. En dat het rijk verborgen is, dat is tijdelijk. En dat de koning verborgen is, dat is tijdelijk. Er komt de dag dat het voor iedereen zichtbaar en hoorbaar zal zijn, dat het Lam en niets en niemand anders het laatste woord heeft. Gemeente, moet ik nog om uw antwoord vragen op de verkondiging? Ik vind dat eigenlijk een beetje overdreven.
Snapt u dat? Als je hier hoort, woord van God, als hij hier de hemel zo dichtbij trekt, en je hoort in de hemel de ene naar de andere groep in gejuich uitbarsten, de lof zingen op het lam, dat geslacht is. Moet ik dan nog vragen wat u vindt van de koning en van zijn regering? Het kan toch niet anders, gemeente, dat als de hemel ons voorzingt in aanbidding, de lof op het lam, dan kan het toch niet anders dat je als vanzelf mee gaat doen? Kom, doe mee. In de liturgie van de hemel, daar wordt de mond open gedaan. En liturgie, dat weet u, dat is dienen. Dat is op zondag, dat is morgen, dat is heel je leven. Met je handen, met je mond, met je daden en noem maar op. Toegewijd zijn aan God. Maar hier hoor je als het ware iets van de eredienst in de hemel. Er wordt gezongen, de lof op het lam. Ja, inderdaad. Dan gaat het er vandaag niet om dat je het mooiste zingt. In de kerk is het gelukkig geen idols. Maar snap je dat het ook een beetje raar is om te mompelen als reactie op de openbaring van God en wie hij is? Dan past het toch alleen maar dat hij iets van je hoort, van de vreugde, van de ongekende blijdschap over het lam, staand als geslacht. Gemeente, leef je met dat midden, zoals in het midden van de hemel, de troon. En te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de ouderling, met andere woorden, helemaal centraal staat hij het lam. Zullen we hem zo, deze week, helemaal het midden laten zijn van ons denken, van mijn verlangen, van mijn hopen, van mijn wanhopen, van mijn verwachten, van mijn klagen en van mijn juichen. En elk schepsel, dat is dus zonder uitzondering. Mag ik dat wel vragen? Zonder uitzondering. Niemand die zijn mond houdt in verzet tegen het lam. Elk schepsel zei aan hem die op de troon zit en aan het lam: dankzegging, eer, heerlijkheid, kracht in alle eeuwigheid. Amen.